Jim riede nooit met de reis juist heen gaat. Ja, lekker eten maar reizen gaat internationaal. Om precies te wijzen gaan we naar Antwerpen, België. Juist is mijn gast, Oud Louter, Oud Philips Topman, Cor Boonstra. Cabin crew, take positions. We gaan naar Antwerpen. Maar vast begon, want het werd juist natuurlijk een hele drukke dag. Dus ik denk, ik skiel vast de asperges maar hier in de loft. Dan heb ik die slag maar die. Zal ik je eens wat vertellen? Cor Boonstra heeft de HBS en die zo maken. Dus het is een echte self-made man. Het werd juist fantastisch. Asperges, mijn ham en ei. Lekker simpel, maar oh zo mooi. We zitten mooi op grote hoogte te aspergeskillen. Nou, ik kan je vertellen, er zijn weinig mensen die mij dat nadoen. Lekkere, dikke asperges als boomstammen. In Antwerpen. Beste eter. Meneer Boonstra. We hebben een complete crew hebben we erbij. Ja. Hoe is er mij? Net slecht. Nee, koe minder? Koe minder. Koe beter. Nou, dankjewel. We hebben een fantastische vlucht gehad. Ja, was het leuk? Ja, geweldig. Mooi. Ja, geweldig. Door de deur dicht. Ja, een Belgisch kenteken ken ik net ook. Zo hoort het toch. We zitten hier in België. Oké, Ad. De piloot, hartelijk bedankt. En wees voorzichtig. Jo, breng we zich even om, nou? Ja, komt goed. Nou, fijn. Voelt u zich dan thuis hier in Antwerpen? Wat is thuis voelen? Nou, op je gemak. Lekker, noffelijk op je gemak. Ja, noffelijk ben ik hier wel, ja. Noffelijk ben je hier wel. Ja. Nou, heb ik eigenlijk nog wat ham nodig voor bij de asperges. Weet je hier een goede slager? Geef even naar uw slager daar in Schavenwezel. Ja. Doen we dat? Ja. Doen we nou. En waarom ga je er altijd heen? Goede kwaliteit. Goed assortiment. Prima, vriendelijke lui. Kwaliteit. Dan krijg je zo'n ding maar niet de maat. Zij is toch? Zo dan. We gaan erheen. Oké. Nou, ik ga achter jou om, want ik wil. Dobberza. De keurslagen. Ja. Goedemiddag. Wie is de volgende? Ja, wij. We willen graag benen hebben. Ja. Nou, en fantastisch. Hoeveel mag dat zijn voor u? Nou, 12 plakken is genoeg. Ja, we houden er wel van, hè? Ja, we houden er wel van. 12 plakken. Ja, een mooie plakje snijden. Alsjeblieft. Dankjewel, hoor. Had u wel een draagstukje? Nee, hoor. Nee? Dat sjouwen we allemaal onder de arm mee. Dankjewel. Wat haal je nog bij het eind? Drie dagen in de week ben ik bezig met koop. Ja. Met piepleidingen en telefonie en bouwactiviteiten en dat stuff. Dan één dag in de week ben ik bezig met een activiteit hier in Antwerpen. Ja. Met een grote opslagplaats voor koffie en cacao, et cetera. Actief. En dan doe ik nog wat in koffie.
Ik nog wat. En dan heb ik nog een paar commissariaten. Treien. En dat is alles. Deze man bloed wel van de dik. Ja. Of net? Net zo droog. Of hing je een soort in de lucht? Dat ben ik ook, ja. Okay. Tussen deurnen en Eelde en orenplakken. Oké. Okay. Ja. We gaan verder maar daar species. Is dat genoeg? Ik vind, ja. Of moet ik nog wat hudder? Ik hoef jouw agenda net te zien, maar je bent volgens mij een bannig man. Een soort dwaan. Mijn vrouw zei het, zei ja. 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 Ja, maar dat je een beetje om hard denken, hè? Meer. Ja. Meer. De tier komt om. Cheers on. Wij gaan de asperges skild en dan moeten we die kontjes eruit snijden, want die ben uitdroegen. Ja, en wat doen we met die kontjes? Nou, die heb ik in de sap. In de sap, ek. Ja, normaal heb ik in de sap, maar we letten het hier wel achter in bij Antwerpen. In een poetsje. In een poetsje is ze dan. En neem goed nooit dat we in een plastic poetsje. Geen treden, ha. Nou, als je nou deze neemt, is op maat snijden. Denk erom, de scherpe mes niet, hè? Denk erom, ja? Mooi, hè? Scherpe messen. Pak ik even het wetter erbij. Jo, zetten ze op. Mai. Koud wetter. Doe ze hier maar in. Doe ze hier maar voorzichtig. Het is het witte goud. Ja? En dan krijg als ze onder binnen. Eerst moet er een snufke soort op. Net de volle. Een beetje soort. Net de volle. Daar een beetje boeter. Een beetje boeter. Ja. Dat met de jou als, als melkboerzoon onderspreken. Klinkt meer als muziek in de oren. Juist. Ja. We doen er even wat boeter bij. Want dat halen we straks ik nog net te volle, hè? Is jouw zering even wat goede boeter? Ja, exact. Ja. Nou, ja. Hollandia, dat komt uit tussen Joure en Sint-Niek. Skastebrege, ja, dat toch. Ja, dat kan vroeger waar. Weet niet dat ze daar nog zitten. Ja, dat doen ze nou ook. Ja, dat doen ze nou ook. Dat weer goed, hè? Joure en Sint-Niek. Je bent een Fries om Utens. Om Utens, ja, maar je weet het nog wel. Je weet het nog wel. Ja. Hier doen we dit doekje dat met je goed uitspelen. Misschien dat er geen omo-luchtjes meer in zitten. Dit doen we zaten op. En dan zetten we het op het vuur. En dat het dan krekt, kook het. Dan is het klaar. Wat vuur doen we dan? Deze. Oké. Zet hem er maar op. Goeie. Zijn handen. Dit is belangrijk. En hoe lang doen we dat? Als het kookt, dan pakken we het er af. Ja. En je het direct in de goot zien en laten we het afkooien. Want we moeten, ons wordt het te geer en je moet ze snijden. Ja. Nou komt de ham van onze slager op bad. Is dat fantastisch? Oh. Is zonder wat van slien. Ja, dat hebben we al dingen. Dan ga je al een heel soort leven. Weet je hoe een ijs hier matten? Dat leren we nog, hè? Ja, maar weet je hoe het maakt? Nou, ik loop het wel, maar in een beetje wetter, hè? Ja, in wetter. Tje, wat je nou de plakken ham? Ja. Sa even voor mij. Oké. Okay. Dakpansgewijs. Ja, door. Hier even oplezen willen. Ja. Zie je jou vaker eten? Nooit. Nooit? Nooit. Je bent meer uit eten? Ja. Maar eten je thuis wel of net? Jawel. Ja, is deze keuken niet een soort brut? Jawel. Maar net door jou? Net door mij, nee. Nee, want je niet een keer. Je weet wel wat lekker is. Ja, zeker. Dit is ook heel simpel. Ja, want hier doen wij gewoon aluminiumfolie erin. Maar straks een beetje aspergevocht. En dan scoren we dat in de oven. En dan is dat ik klaar. Werkelijk? Ja. Dat is dus dan hebben we eigenlijk mooi zinnen asperges. Daar kooien we een ei bij. En dat ei moet 7 minuten voor de goede orde. Dan heet een beetje zacht. Nee, dan is het dier een beetje zacht. Mm-hmm. Want dat is lekker. En dan doen we daarbij jerpeltjes. Deze. Dan doen we daarbij die ham. En een goed glas witte wijn. Komt clear. Maar dat heb je vast. Dat komt clear. Neem maar jou de laatste stikjes ham maar even. Dat kan. Dan hebben we de jerpels. Ja. Nou, die moeten we sieren met een beetje zout en wetter. Gewoon. En de boeter die smelten we erbij. Door weg. Dus roomboter, eieren, ham en lekkere jerpeltjes. Oké. Okay. Maar ik wil nou even één ding weten. Ja. De activiteiten bij Koopholding. Ja. Wat is dat precies? Koopholding is een dochter van een maatschappij die heet Bredenborg. Bredenborg. En daar hangen alle aandelen van Koop aan vast. Daar ben ik voorzitter van de directie. Ja. En ik ben voorzitter van de raad van commissarissen van Koop.
Ja? En ik ben voorzitter van de raad van bestuur van Koop. Jo, ben alles. Nee, en mijn collega is Henk Koop. Oké. Okay. En, die doet het werk en ik doe het formele. Oké. Okay. Ja? Maar wat... En bij Koop, daar hebben wij ten eerste NACAP. Dat is een maatschappij waar we over de hele wereld pijpleidingen aanleggen. Van Australië tot Rusland, van Saoedi-Arabië tot Engeland. Oké. Okay. In heel veel landen. Ja. Met ruim 3000 medewerkers. Ja. Dan hebben we Geveke, een bouwbedrijf. Ja. Wat daarin zit. Geveke Ontwikkeling. Daar ontwikkelen we dingen zoals de Blauwe Stad bijvoorbeeld in Groningen. Ja. Ja. Esonstad in Friesland. Prachtig mooi. Prachtig mooie ontwikkeling aan, aan de Lauwe Zee. We bouwen in Friesland en in Groningen. Kantoren? Kantoren in Ljouwert en kantoren in Grains. Dan wat we echt doen is, we hebben een duurzame energie, koopduurzame energie. Daar bouwen we, ontwikkelen we windmolens. Ja. Delfzijl, Eemshaven, Amsterdam, Schotland, Polen, Frankrijk, et cetera. En dan hebben we als onderdeel van Bredeborg nog een telefoonmaatschappij Links, die in Estland, Letland, Litouwen en Rusland zit. En daar verzorgen wij de communicatie tussen die landen en de westelijke wereld. Door middel van optical. Ben je nog wel eens thuis? Ja, draai je daar in een week, geloof ik. dus het is reizen. Maar wel plezier. Veel plezier. Koksmaat. Ja, door wat. Zes het maar. Tje, sekooitje. Ja? Tje, sekooitje. Nou, sa. Erin, de naaste in de midden. Gehoord verder, dat is deze. Ja. Dan wat het. Dus je sugar, het koortje krekt. Ja. Denk erom, hè? En dan litten ze direct koren. Ja, ja, ja. De asperges worden koord. Maar er binnen nog even... Ruud, lekker. Binnen er nog dingen die je zegt van nou, Rijtse, dat is toch wel wichtig dat dat even witte mast. Vanwege het hele zakelijke aspect, want dat spreekt mij enorm om. Ik heb wel zijn dat Henk Koop het werk docht. Ja. Dat en ik, de formele zaken, dat is natuurlijk min of meer net de correcte weergave. Wat dan? De correcte weergave is dat wij tezamen een hoop besluiten nemen. Ja. Maar dat Henk Koop zo lang al werkt in dit hele gebied. Ja. Dat hij natuurlijk een hoop dingen volle beter weet als dat ik dat weet. Maar wat zielt jou nou om dan nou nog een keer maar dat Koop te beginnen? Want ik bedoel, dan ben je een jongen naar 60 en dan denk je daarbij jezelf, nou haak het wel interessant, om. Interessant. Ik bedoel, koffie is compleet wat anders dan lampen en televisies. Ja. En pijpleidingen is compleet wat anders dan lampen en televisies. Maar je vindt het elke keer wat nice en interessant. Elke keer vind je het leuk. Ja, natuurlijk. Doe je het net. Nee, dus, en dat heb ik een beetje, maar restloze. Ja, rusteloze. Ja, dat is het natuurlijk. Maar, dus je komt nou een beetje rustiger vaarwater, maar we horen het nou even een goede gang erin. Ik zeg geen ja en nee. De boeter en de eerpotjes. Deze maakt even op het vuur, deze is zacht. En wat doen we met de eerpotjes? Daar maakt nog wet erop. Oh, natuurlijk. En dan. Een soort, hè? En dan pak je de zoutbus maar even. Net de volle. Ja, maar wat op, ja. Hij lijst van de nieren, nee hoor. Nee, nog net. Nee, dat krijgen we nog. Deze even nog. Ben je hier al een heel lang maar hinnen? Ja. Mooi waarbuiten. Maar zullen we even een glaasje drinken? Ja. Ga je champagne in hoes? Normaal vreeg je de meesten om een glaasje witte wijn. Maar dit champagne. Nou, ga je kijken. Film ik al helemaal thuis natuurlijk. Dus dan. Nou, misschien. Wat hebben we hier? Misschien is dit beter. Rosé champagne. Prins Bernhard. Nou. In de tuin, of nee? Dover. Maatje van der hier. Dover. Ik laat het erbij. Nou, dat gebeurt me net alle dagen.
Mij ook net, moet ik zeggen. Maar, nee, ja, maar dat je maar rijdt en een glaasje champagne drinken, gebeurt ja, je net ja, alle dagen. Nee, daarom. Nee, dat klopt. Maar een glaasje champagne ook net. Maar nee. Nee. Ben je net voor bijzondere momenten. Bijzondere momenten. Nou, dat vind ja. ik nou ik. Ik vind een bijzonder moment. Gezondheid. Cheers. Op zoens voor jou. Ja, dank en die van mij. Mm. Mooi. Dan ga je aan de ene kant de HBS net halen. Of net al maken. En dan heb je een topfunctie in de maatschappij. Heb je daar geluk bij nodig? Hoe doe je zoiets? Of hoe komt zoiets? Hoe komt zoiets? Voortdurend blijven leren. Ja. Toch wel? Ja, ik bedoel leren in de praktijk. Ja. Dat is voor mij nog een hele praktijkschool. Ik ben in 1986 ben ik naar Harvard toe gegaan in Amerika, ook. Ja. Om daar nog een stuk universitaire studie te doen. Maar feitelijk komt het voort uit het feit dat ik iedere 7 jaar een nieuwe uitdaging heb gehad waarbij ik me in moest werken, leren. En dan weer verder gaan. Dus elke keer een stikje erbij. Ja, 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 ja. In 1958 ben ik voor Unilever gaan werken. In 1964 voor SRV. Ja. In 1974 voor een bedrijf, Intradal, dat zegt niet veel, maar dat was een grote zaak. In 1982 bij Douwe Egberts. En toen ik in 1982 op een avond mijn vader een jaarverslag had gestuurd, dat deed ik al 15 jaar toen, als verantwoordelijke directeur, 15 jaar. Toen belde mijn vader me de volgende dag op en die zei: Cor, ik heb gisteravond jouw jaarverslag gelezen van Douwe Egberts, dat was ja. voorzitter van de Raad van Bestuur. En ik zei nog tegen je moeder: als die jongen zijn best doet, dan wordt dat nog wel eens wat. En hij eerst voelde het niet. Nou, dat vond ik wel een mooie drive. Dat wie uiteindelijk die, ja. die onrust die je omschakelen ja, in ja. iets positiefs. Ja, natuurlijk. Okay. Niet willen falen. Wat wijn je mooi. Net zo slecht, hè? Net slecht. Nee. Koer minder. Koer minder, zeg maar. Koer minder. Ik heb een auto. Ja, nou hoor ik ook wel. Shit, daar komt die van aan, die het is mij dan. Och. Moest eens even zien wie daarin zit. Ja. Wie zit daarin? Ja. Wie zit daarin? Dat is krankzinnig. Wie zit daarin? Ja. Ik zoek hem op in België. Nou, dit is krankzinnig. Ik zoek hem op in België. Fantastisch, hallo. Hallo. Wat leuk je te ja. zien, man. Ja. Hoe komt leuk. Dit? Ja, hoe komt dat? Ja. Ze hebben je bij de... Ja, bij de taartzorgers willen zeggen, maar kan. En een manager heeft je opgehaald. Juist. Dank u wel. Hallo, Hans van der Morst. Ja. Wat leuk. Wat prachtig, wat, dank ja. u. Wat hij is wel genoemd. Meneer ja. van der Morst, ja. goeiedag. Goeiedag. Ik heb een champagne kleer. Oeh, fantastisch. Ja, super jong. Wat een ontvangst, hè? Ik kan geen Fries, ja, nee. Je kent geen Fries? Ik ken geen Fries. Had je een glasje pakken? Ja. Zie dat versteen je wel? Ja, dat versteen ik wel. Waar doet het open? Dat doe ik open. Wat leuk zeg, Henny. Ja. Dat is fantastisch. Hoe ja. hebben ze... Heeft Henkie hiervoor? Ik wou hier landen, maar... Ben je om mij de helikopter? Ja, ja, ik sta op vliegveld. Nou, wij zijn met het straalvliegtuig. Wat leuk, Henny, zeg. Nou. Fantastisch. Mensen, ja. Zullen we dan maar ja. toasten op ja. deze bijeenkomst? Ja. Welkom in België. Proost. Ja. Fantastisch, proost. We gaan ja. naar binnen. Ja, ja. We gaan asperges. Lekker nou? De jirpels zijn klaar. En de asperges ik. Dus beginnen we met het haardgerucht. En wat is dat? De asperges. Die ga ik opwarmen in het vocht. Dat moet maar heel even, want anders dan, ja, we zitten te geren, maar het krijgt net. En deze mensen zijn kritisch, dus het maakt dat goed. De ham gaan we in de oven gaan. Die laat je, helemaal klaar. Let's make things better. Nou, dat ziet er toch
echt heel heerlijk uit, hoor. Hij is zelf geplukt. Zelf geplukt? Niet gestoken. Nee. Maar wel geschild. Ja. Maar deze meneer heeft ook zijn aandeel, hoor. Absoluut. Oh, ze hebben je het wijn gehad in de keuken. We zullen het kritisch keuren. Oh, ruikt het lekker, zeg. Met een lekker glaasje wijn erbij. Nou. Ziet er goed uit. Ja. Asperges. Ik zou zeggen... Lekker eten. Het is ik wat. Het is geen informatie. Nou, ik doe nog wel wat wijn erin, want ik vind het helemaal fantastisch. Het is geen smakelijk information eten. Technology, maar het is eten. Nou, het ziet er in ieder geval heerlijk uit. Ja, alsjeblieft. Lekker eten. Smakelijk eten. Een kopje of een kopje? Ik doe nog een lekkere aardappeltje bij. Nou, het kopje is lekkerst. Ja, daarom. Maar we beginnen maar mee. Wat vind je? Ik begin altijd met lekkerst. Ja. Wie met het kontje? Nou, 1 vooruit en dan 1 voor de start. Bon appétit. Eet smakelijk, mensen. Oeh. Ik heb al tijden gezegd dat Abin Amro door zijn underperformance het risico liep om vernietigd te worden. En dat gaat gebeuren. Dat gaat gebeuren. Ja. Hartelijk bedankt dat u hier in Antwerpen te gast wil zijn. Toch? En ik hoop dat het eten lekker smaken had. Het was een hele bijzondere dag. Want het was weer een lekkere eten. Maar Reitze en mij... Kort. Het was een noflijk. Zo doof het. Ja.